In deze nieuwe video van de Happy Financial ga ik het hebben over de ondernemersaftrekposten, speciaal voor startende ondernemers. En ik zet ze allemaal even duidelijk voor je op een rijtje, zodat je zeker geen geld mis hoeft te lopen als startende ondernemer. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube kanaal van de Happy Financial? Doe dat dan vooral even, maak je mij heel erg blij mee. Ondernemers aftrekposten, wat zijn dat eigenlijk precies? Het zijn een aantal posten waar je als ondernemer in de inkomstenbelasting gebruik van kan maken, waarmee je je winst voor belasting verlaagt en daardoor dus over een lager bedrag belasting gaat betalen. Per saldo houdt dit dus in dat je minder belasting betaalt. Let er wel heel even op dat deze bedragen gedurende de komende jaren worden afgebouwd. Dus kijk voor de actuele bedragen even op de website van de Belastingdienst, zodat je altijd op de hoogte bent van de juiste bedragen. In deze video bespreek ik 5 verschillende aftrekposten speciaal voor startende ondernemers. Maar let heel even op, er is slechts 1 aftrekpost die alleen voor startende ondernemers van toepassing is. En de andere aftrekposten gelden ook op het moment dat je al wat langer onderneemt. Dus haak zeker niet af als je wat langer onderneemt, want ook dan is deze video heel interessant voor je. De 5 verschillende aftrekposten waar ik het met je over wil hebben zijn de zakelijke kosten, de zelfstandige aftrek, de startersaftrek, de MKB winstvrijstelling en de kleinschaligheidsinvestering. Investeringsaftrek. Ik ga ze allemaal even uitleggen. Allereerst de zakelijke kosten. Hier zie ik heel veel grote verschillen tussen verschillende ondernemers. De ene ondernemer trekt veel te veel af en de andere ondernemer trekt veel te weinig af. Maar hoe zit het nu precies? Wat mag je aftrekken als zakelijke kosten? Bij het bepalen van je zakelijkheid van je kosten is het heel erg belangrijk om na te gaan, zijn het echt kosten die ik maak voor mijn onderneming? Zijn het echt kosten die ik anders niet had gemaakt? Alleen dan zijn het zakelijke kosten en mag je ze dus aftrekken van je eigen onderneming. Hier zitten natuurlijk wel weer wat haken en ogen aan. Dus gebruik je iets wat je koopt voor je onderneming, niet 100% voor je onderneming, maar ook nog een groot gedeelte privé, bijvoorbeeld je telefoon of je laptop, dan mag je alleen dat gedeelte aftrekken wat je ook daadwerkelijk zakelijk gebruikt. Dus gebruik je een 50% zakelijk, is slechts 50% zakelijk aftrekbaar. Daarnaast is het heel erg belangrijk om te kijken naar het bedrag van de zakelijke kosten. Is het minder dan €450 exclusief BTW, dan mag je ze in 1 keer aftrekken van je winst voor belasting. Maar op het moment dat het meer is dan die €450, moet je het gaan investeren en ga je afschrijven over de levensduur van het gekochte goed. Hier heb ik natuurlijk andere blogs en video's over gemaakt. Die zal ik hieronder even linken, zodat je precies weet wat afschrijven precies inhoudt. Het voordeel wel van investeren is dat je in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, waar we het zo meteen nog even over gaan hebben. Moet je deze zakelijke kosten nu met of zonder BTW aftrekken? Dat is weer afhankelijk van het soort ondernemer dat je bent. Dus ben je een BTW-plichtige ondernemer, dus factureer jij naar je klanten toe ook met BTW, dan mag je je BTW aftrekken. Hou er wel rekening mee dat je je bonnetje en je facturen goed bewaart in je administratie. De tweede ondernemersaftrekpost die ik met je wil bespreken is de zelfstandige aftrek. Kijk voor de actuele bedragen heel even op de website van de Belastingdienst, maar voor 2020 bedraagt deze zelfstandige aftrek €7.030. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze zelfstandige aftrek is dat je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en voldoet aan het urencriterium. Dat wil dus zeggen dat je minimaal 1225 uur aan je onderneming hebt gewerkt. Ook daar heb ik eerder een video over gemaakt, die zal ik hieronder even linken, zodat je precies weet wat dit urencriterium inhoudt. Hoe werkt deze zelfstandige aftrek nu precies? Ik zal het even toelichten met een rekenvoorbeeld. In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een winstvoorbelasting van €25.000. Minus de zelfstandige aftrek van €7.030 kom je op een winstvoorbelasting van €17.970. Dit is dus het bedrag waarover je belasting gaat betalen. Deze zelfstandige aftrek hoef je niet apart aan te vragen, maar geef je aan in je aangifte inkomstenbelasting, waarbij je het vinkje, het urencriterium, die 1225 uur per jaar aanvinkt, waardoor je dus automatisch in aanmerking komt voor deze zelfstandige aftrek. De volgende ondernemersaftrekpost die ik wil bespreken is de startersaftrek. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een aftrekpost die echt alleen voor startende ondernemers van toepassing is. Dus op het moment dat je minder dan 5 jaar ondernemer bent en je hebt hem nog niet meer dan 2 keer gebruikt, mag je deze alsnog een keertje gebruiken. In 2020 is het bedrag €2.123. Let wel even op, ze zijn van plan om dit te gaan afbouwen, dus hou even rekening mee en kijk op de website van de Belastingdienst.
We gaan even terug naar het rekenvoorbeeld om te kijken hoe deze startersaftrek er precies uitziet. Je hebt in dit geval de winst voor belasting na zelfstandige aftrek van 17.970 euro. En daar haal je vervolgens de startersaftrek van 2.123 euro vanaf. Waardoor je uitkomt op een winst voor belasting van 15.847 euro. Zoals je ziet zorgen zowel de startersaftrek als de zelfstandige aftrek voor een veel lagere winst voor belasting. En deze winst voor belasting is van groot belang voor het bepalen van de inkomstenbelasting die je aan het eind van het jaar moet betalen. Ook voor deze startersaftrek geldt dat het niet nodig is om deze apart aan te vragen. Je geeft het aan in je aangifte inkomstenbelasting die je ieder jaar invult. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een hele mond vol, daarom korten we hem eigenlijk ook altijd af naar de KIA. Dat is toch een stukje makkelijker. Houdt in dat de overheid wil stimuleren dat jij gaat investeren als ondernemer. Op het moment dat je in een heel jaar tijd meer dan 2300 euro investeert in je onderneming, dus dat jij investeringen doet die individueel meer dan 450 euro zijn, die mag je wel bij elkaar optellen, kom je hiervoor in aanmerking. Er is een tabel beschikbaar waarin staat hoeveel je dan extra van je winst mag aftrekken. In dit rekenvoorbeeld gaan we even uit van een investering die je in een jaar gedaan hebt van 3000 euro. Let even op, op het moment dat je een btw-plichtige ondernemer bent, zijn dit dus bedragen exclusief btw. Voor deze investering van 3000 euro mag je 28% volgens de KIA extra aftrekken. Dit houdt in dat je 840 euro extra KIA aftrek hebt. Gaan we even terug naar ons rekenvoorbeeld, dan zien we 15.847 euro winst voor belasting minus deze 840 euro KIA zorgt voor 15.007 euro winst voor belasting. In je aangifte inkomstenbelasting is de KIA een apart vakje. Let daar dus even op, want deze moet je wel apart aangeven om hiervoor in aanmerking te komen. En tot slot de MKB winstvrijstelling. In 2020 bedraagt deze vrijstelling nog 14% van je winst voor belasting en wordt automatisch verrekend in je aangifte inkomstenbelasting. Hoe ziet dat er nu uit in je aangifte inkomstenbelasting? Weer even terug naar ons rekenvoorbeeld. We hebben 15.007 euro winst voor belasting. Daar gaat 14% af. Dat is 2101 euro. Waarmee je uitkomt op een winst voor belasting van 12.906 euro. Hier betaal je in 2020 37,35% inkomstenbelasting over. Dus 4820 euro inkomstenbelasting. Let op, over deze 4820 euro inkomstenbelasting die je moet betalen, wordt ook nog een algemene heffingskorting en een arbeidskorting verrekend. Hier heb ik eerder ook een blog over geschreven, zodat je precies weet wat het inhoudt en hoeveel je daarvoor nog kan aftrekken. Ook deze bedragen en percentages wisselen ieder jaar, dus houd het even goed in de gaten. Gedurende de video kwamen er al verschillende video's en andere blogs waarin ik vertelde over de KIA en de afschrijvingen en dat soort dingen. Die zal ik hieronder even linken, zodat je echt alles rustig kunt nalezen. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag volgende keer weer terug bij een nieuwe video van de Happy Financial. Vergeet vooral even niet te abonneren en dan zie ik je graag de volgende keer.